Ik vind jouw grapje niet meer zo leuk. Hoeveel lampjes zijn het? Oh, heel veel. Ja? Hebben jullie nou ook altijd dat er dan aan het eind dat je dan te weinig hebt? Nou, nu wel zat. Ja, die stikken daar nog liggen aan de zijkant. Ja? Dat, nou, dat moet er helemaal nog in. Tjus. Dag mensen. Hoi. Mariet, hoe is het met je stem? Hij doet het weer. Slapen helpt heel goed, wist je dat? En de Lux Fox methode. Kijk, ik heb namelijk een collega. Ja? Die had zomaar, zonder dat ik het wist, want anders had het wel verteld, een afspraak gemaakt met een logopedist. Nou, dat moet wel een heel aardige collega zijn. Een heel erg aardige collega. En weet je wat ik nu kan? Dit masseert mijn stembanden. Ik denk dat het allemaal onzin is, maar ik heb dus altijd een wedstrijd dingetje bij me. Zie dat die al een tijdje niet gebruikt is, maar in geval van nood kan ik het dus ook. Overal ter wereld heb ik hem bij me. Weet je wat de ondertitel is van het nummer KL204? Ja, dat is van Peter Koelewijn. Ja? Als ik God was. Nee, dat is dus niet waar. Oh. Het origineel heb ik geschreven, dat is echt waar. Het gaat dus eigenlijk, en vroeg ging het weer, als ik Gijs was, dan was ik per meter 4 ton waard, met een mooie stem en een paardenstaart. Als ik Gijs was, ik wilde eerst zelf zingen, maar heb het niet gedaan uiteindelijk. Nee, ik had het, als ik jou was, had ik dat wel gedaan. Ja. Ja. Leuk man. Wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Ik ben wel een beetje trots. Ja, mensen kunnen nog heel even stemmen op de Top 2000. Klopt. Welk nummer moet er hoe dan ook in? Twilight! Time to Give, natuurlijk. Er zijn heel veel nummers die er absoluut in moeten, maar dit is een beetje ontstaan. En dat ga ik nu even inkoppen. Stem op White Lies. Ja, heb ik ook gedaan. Top. Zeg Ruud. Niet meteen kijken, maar Silke heeft haar geverfd. Staat er wel, hè? Doe nou even mee met een grapje. Ik vind jouw grapje niet meer zo leuk vandaag. Nee? Nee, weet je hoe dat komt? Omdat jij weet en de kijker weet dat dat niet Silke is. Dus die denk al, welke open deur is dit nu weer? Ja, dat is en ook wel de zo. De enige verrassing hier is dat we niet weten welke van jouw open deur het is. Ja, was ik wel. Hey Ineke. Hey, hallo zeg. Wat leuk, trouwe vlogkijker. Ja. Ben je naar de slimste mens geweest? Ja. Kun je mij vertellen, zit Gijs Staverman er nog in? Ik kan hier helemaal niets over zeggen. Moet je het geheim houden? Ja, ja. Hey, jammer. Maar ja. Als hij er nog in zit, dan kun je toch heel subtiel knikken? Nee, je mag het echt niet vertellen, nee, hè? Nee. Maar was het leuk? Ja, het was heel leuk. Kijk eens aan de deur, dat is super. Oh, nou zie ik het. Dat is mijn knappe winnaar. Wat, Silke heeft gewoon een bril op, dat weet jij. Ik heb een hoofd voor Breedbeeld TV. En dat is zeg maar voor... Nou, je hebt meer zo'n tv dat je een verkeerd knopje hebt ingedrukt, dat het nog breder is. En ik ben langer dan Gijs Staverman. Dat is maar, weet je wat het stomme is? Dat zie je dus nooit, hè, door die vlogs. Nee, maar ja, ze hebben een plafond, dat gaat binnenkort het wordt verhoogd. Nou, ga maar weer zitten. Kijk, nu lijkt je dus weer veel kleiner. Grappig is dat, hè? Ja, dat hoort er dus allemaal bij. Ja, het is een zware last, hè? Het is een zware last. Wil jij ergens anders gaan filmen? Ja, dat doe ik wel even. Dag, schatje. Hallo. Is de Radio 1 aan het luisteren? Nee. Natuurlijk wel. Ik hoor het wel. Gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Prachtige leeftijd. Ik wens je een heel goed 40ste jaar toe. Met veel gezelligheid en alle goeds. Van? Yvonne. Lief. Krijg sokken. Mooie. Staat je goed, Bram? Ja, dat kan wel. Bram, we hebben een kerstboom binnen. Ik zie het nu pas. Kijk. En een spelletje. Oh, leuk. Wat zeg je dan? Dankjewel, Yvonne. Oh, dit heb ik geschreven. Wist je dat?